eerste workout. Vandaag doen we een home workout met spullen dat je nodig hebt. Dus een matje en een stoel. Wat handig is om te hebben is een Tabata timer. Die kun je downloaden via de App Store of Play Store. Daar stel je in dat je het 30 seconden doet. Alles doen we 30 seconden en 10 seconden rust. De eerste oefening waar we mee beginnen is de push-up. Push-up kun je op iets wat zachte ondergrond, want anders is het niet heel prettig. Je kan hem doen op je knieën en op je tenen. Wat je doet, je gaat plat liggen. Spant je buikspieren aan. Je handen op borsthoogte. Komt omhoog. Ellebogen gaan naar buiten. En weer omhoog. Wanneer dit te zwaar is, neem je op je knieën. Denk om dat je je heupen naar voren houdt. Laag en op. De tweede oefening die wij gaan doen is de jumping jacks. Zet je voeten naast elkaar, neemt je armen actief mee. Zijn terug, op, terug. En dan de derde oefening is voor de buikspieren de sit-ups. Komt liggen op je rug. Benen mooi gestrekt, kom achterover. En helemaal omhoog, rug recht, bolle rug terug. En weer omhoog. Daarna gaan we naar de squat jumps. Heupbreedte kom je staan. Deze kun je ook doen zonder te springen wanneer die te zwaar is. Strek je armen. Kom weer omhoog. Heupen naar achteren duwen. Knieën niet bij je tenen. Laag en op. Iets intensiever gaan we laag en springen. Hop. En weer omhoog. Triceps dips. Daar gebruik je een stoel. Je handen naast je heupen. Benen kun je gebogen doen. Of gestrekt. Zak door je elleboog 90 graden inzakken. En weer omhoog. Laag. En omhoog. En de laatste is de scissors. Neem je armen ook daarbij actief mee. Ga je voor, achter, hop. Oké, dan beginnen we. Yes! Top! Moet ik even op play? Ja, met mijn telefoon. Ja. Doen we meteen de 30 seconden Tabata timer. Ja,